perfect. Ik ben hier ontzettend jaloers en ik weet dat ik morgen weer mijn werk veel beter moet doen. Ben je een beetje jaloers? Heel erg. Maar je gunt hun het succes wel? Ja, natuurlijk. Nou, ik heb even meegejakt, maar ik ben ook helaas heel even in slaap gevallen. Die scènes met die olifanten, die waren erg mooi. Echt, ja, dat is dan origineel, weet je. Ik had dat niet verwacht. Het was gewoon net echt, joh. Goh. Die achtervolging, die vond ik heel, heel, heel spannend. De achtervolgingsscènes, die waren denk ik wat aan de lange kant af en toe. Dat is het vooroordeel wat mensen hebben over Nederlandse film, hè. Denk van, weinig geld, het zal allemaal wel niet lukken en zo. Maar ik vind dat die twee meiden dat verdomd goed gedaan hebben, ja. Nominatie waard, helemaal mee eens. Heel mooi gespeeld. Katit Bakkie, gewoon, ik heb het altijd al gezegd, van die komen er wel. Ja hoor, die hebben alle talent in huis. Hoe kan je zo hoog springen van die buddyjumpen? Daar was een stand in. Oh, stand in! Ja. Oh. Er staat een nummer voor jullie op de soundtrack. Welk nummer is dat? Baby Don't Go. Hoe gaat het nummer ook weer? In my dreams I know you're always by my side. Baby don't go, I just want you here. Right by. Wat is jullie motivatie geweest om die plaat tot alarmschijf te maken? Het is een bonus cd. De tweede cd heeft alle instrumentale versies. Dat was de aanleiding. Ik heb het altijd gezegd. Hebben jullie de soundtrack al gehoord van de film? Ja, die vond ik ook heel, heel erg leuk. En de cd ga ik meteen nemen. Nee, die heb ik nog niet gehoord. Hebben jullie het cd'tje voor mij? Nee, ik heb hem nog niet gehoord. Als je die niet in je collectie hebt, ja, dan mankeert er toch echt wat aan je. Heel erg leuk. Ja. Vooral met die olifant. Ja. Geweldig. Ja. Heel erg leuk. Dankjewel. Geweldig. Hey, leuk dat je er bent. Leuk. Hoe vonden jullie dat jullie nummer op de soundtrack terecht is gekomen? Ja, terug. Ja, goed. In het begin hadden we zoiets van, moeten wij ons verbonden worden, verbinden aan de film? Maar kwaliteit met kwaliteit is kwaliteit. Ja. Dus dat is helemaal op zijn plaats. Ja. Dat ons nummertje gewoon erin gebruikt is, dat is, ja, dat durf ik best te zeggen. Dat is leuk. Ja. Je bent gevraagd voor de soundtrack, maar het nummer heeft het niet gehaald. Wat vond je daarvan? Ja, ik vond het verdomd jammer. Ik heb zo mijn best gedaan. Maar ja, ik ga hem toch wel halen. Ik bedoel, no hard feelings. Jane, I see the target. Okay. Where's the target? 3 o'clock. You see him? 3 o'clock. Yeah. Okay, I got the target. All right. Let's shoot it. Oh my god. You see the two MiGs over there? Okay, count to three and I kill those motherfuckers. Okay. And shoot. All right, I'll kill those motherfuckers. Yes, I did it. Get it done. Fuck you. Woo! That's great. Woo! That was so grappig, dat die rol die Jennifer speelde, daar wouden ze eerst jou voor hebben. Hey, dat vond het leuk. Van de leukste premières die ik tot nu toe heb meegemaakt. Ja, eigenlijk iedereen is er, zoals dat ook hoort. En nou ja, het is, de sfeer zit er goed in. Ja, heel goed verzorgd. Ja. Ja. Hapjes, een drankje. Ik ken niet iedereen persoonlijk, maar na zo'n film, zo'n aangrijpende film, dan zoek je toch zo'n troost bij elkaar. Dat is ook wel heel leuk. Erg gezellig. Ja, ik ben er eigenlijk pas net, dus ik ga nog eventjes even van genieten. Was dat er al van? Heel eerlijk. Leuk om al die mensen weer te zien en ja, ik denk ook dat iedereen zich wel vermaakt heeft met deze film voor een keer. Het is natuurlijk niks vergeleken met de film en de hapjes zijn wel lekker, maar... Daar was je veel te dik voor! Dus die zwempak is zo, de kleding... Hallo, ze hebben een hele nieuwe garderobe voor de avond, dus schat. Heb je iets gemerkt van de ruzies hier op de première tussen die meiden? Of? Nee, ik heb ze nog niet gezien. Ja, ik heb er het nodig over gehoord. Er wordt natuurlijk ontzettend veel geroddeld en nog niks van gemerkt. Nee. Dus we hopen ze zo dadelijk te ontmoeten. Dus wie weet. Ja, dan probeer het wel een beetje te lijmen, want ja, dat is zonde, man. Echt. Dat verhaal heb ik niet gehoord. Ik heb wel weer allerlei andere verhalen gehoord waar ik me verder niet over uit zou laten. Nou, kom op, Fabienne, geef ons een tipje van de sluier. Het is smeuïg. Maar dat komt goed. Meiden onder elkaar. Ja. Hey, jongens, even hier samen. Want even hier samen. Want jullie hebben bonje. Jullie hebben bonje, of heb ik gehoord, hè? Jullie hebben ruzie, hè? Nee, joh, Okay.
stop. So now you like boys. Yeah, definitely, yeah. Look at her. Hey, Taart, wat doe je in de stoel? Ik heb geen zin om te lopen, dat stuk. Je hebt geen zin om te lopen? Nee. Hé, hey, ik wil ook een stoel, hoor. Sta je nou je idiote nightmare? Blijf, zeg. Laat me iets interessants doen. Hallo, hallo. Sorry, hoor. Hey, hey, wat? Wat insiders al maanden hebben geroepen is nu uitgekomen. De breuk tussen Jennifer de Jong en Tatum Dagelet is een feit. Op de gala-première van hun speelfilm deden beide brutale meiden hun naam eer aan door zich al bekvechtend tussen de gasten te begeven. Als mogelijke oorzaken voor de breuk ruzie wordt gehad op de première van de nieuwste film. Jawel, jawel. Echt door tientallen mensen is het gevecht, of de ruzie om het zo maar even te noemen, is ook echt bijgewoond. Ze hebben het ook met eigen ogen gezien. Tatum en Jennifer hebben ruzie. Het schijnt om plannen te gaan dat ze allebei een beetje een solo-carrière ambiëren. Geloven, maar ja, we hebben het in alle actienieuws kunnen zien. Het is werkelijk gebeurd. De brutale meiden Jennifer en Tatum zijn werkelijk uit elkaar. Maar het laatste wat ik gehoord heb is dat Jennifer is toegetreden tot de waanzinnig populaire meidengroep All Saints. Never ever have I ever felt so sad. The way you're feeling, yeah, you got me feeling really bad. Never ever have I had to find. I've had to dig away to find my own peace of mind. I've never ever had my conscience to fight. The way you're feeling, you just don't feel. That's nice. Do anybody know where the kitchen is?